Yo mensen, Jaraski hier en welkom bij natuurlijk weer een nieuw seizoen van de Road to Life Golden ... In deze serie maak ik natuurlijk allemaal wapens van Call of Duty Black Ops 2 goud. En we hebben er al heel veel gehad. Jullie lieten weer allemaal wapens natuurlijk weten in de comments. En ik heb besloten om deze keer te gaan voor een sniper rifle. We hebben natuurlijk al een shotgun gedaan, dat was in de vorige. We hebben natuurlijk al een assault rifle gedaan, dat was in die keer daarvoor. We hebben natuurlijk ook al een shotgun gedaan, nog een keer. We hebben een RPG gedaan. We hebben al heel veel shit gedaan. Maar nog niet een irritante sniper. En misschien weten jullie nu al welke sniper ik ga doen. Het is namelijk de Ma de Fa King SVU-as. Tadaa! Het is wel zo, dan moet ik er even bij zeggen. Ik heb al in totaal 5 one-shots ermee. Die heb ik gewoon gehaald volgens mij dan in een gungame potje of zo. Maar dit wapen zuigt om goud te halen. We hebben namelijk in totaal, zoals je ziet, eerst nodig 250 one-shots. En de SVU-as is een sniper die alleen een one-shot krijgt op het moment dat 1 de enemy al geraakt is. Of 2 een headshot maakt. Dus dat is natuurlijk heel erg moeilijk. Of we moeten hardcore gaan spelen. En daarnaast hebben we natuurlijk nog eens deze challenge nodig. En ik weet niet wat deze challenges zijn. Maar dan gaan we achterkomen op het moment dat wij 250 one-shots hebben. Dus, vind je het wapen natuurlijk weer leuk? Ram dan sowieso keihard op die like-knop. We moeten alleen nog even een class hiervoor aanmaken. Want we hebben al attachments. Dus ik pak de Ballistic CPU erop. Dan ga ik even perks pakken. Flex Jacket sowieso. Flex Jacket en Lightweight. Ja. Dan Toughness en Scavenger natuurlijk. En dan als perk 3 gewoon Dexterity. En dan hebben we nog 1 punt over. Die kunnen we gebruiken voor de Combat Axe. Weet je, gewoon de Combat Axe gewoon om het leuk te maken. En dan is dit voor nu onze class. Zodra wij andere attachments erop hebben staan, pakken we natuurlijk ook andere attachments. Maar tot nu toe hebben we alleen deze nog. Ik wil namelijk even de Vestmax krijgen. En ik wil eigenlijk de Agoscope ook krijgen. Dus we gaan gewoon ermee spelen. En we zien wel hoeveel one-shots we maken in normale core. Gaan we een keertje hardcore doen. Gaan we gewoon van alles en nog wat doen natuurlijk. En ik hoop dat jullie het leuk vinden. Als je het leuk vindt, ram op die like knop. Ik ga meteen mijn Clantic aanpassen voor als mensen gaan zeuren. SVU. Hoppatee. En dan zeg ik, tot en met potje nummer 1 mensen. Tot zo. Alright boys, welkom bij natuurlijk potje nummer 1. Ik dacht, weet je, we spelen als beginpotje wel eventjes 2 free-for-all games. Om natuurlijk even in te komen met deze poepsniper rifle. En er zit iemand doorheen te schreeuwen, jongen. Holy shit. Hey, dat is kills nummer 1 en dat is dead nummer 1. Let's go, man. Als je even je mond houdt nou, dan kan ik tenminste even kijken hoe de fucking one-shots hiermee gaan krijgen. Ik denk dat het alleen maar, bijna alleen maar mogelijk is om one-shots met dit ding te krijgen in hardcore. Maar als wij even ermee leren omgaan. En we leren een beetje hoe we dit gun goed kunnen gebruiken. Dan kunnen we ook wel gewoon one-shot krijgen in core. Alleen het is nu echt gewoon een nadeel voor mij. Dat we meteen gewoon de kleinste map kunnen krijgen die je ook maar kan krijgen in Black Ops 2. Want dan is het natuurlijk moeilijk om die hoofdjes te raken. Maar kijk, zie je, dat is dus een headshot. Tada, dan heb je al 1 one-shot er weer bij. En dat is natuurlijk ook wat wij moeten. En ik denk ook, want we hebben nu al iemand 8 kills, dat we dit potje gaan verliezen. Maar dat wilde ik niet zeggen, want wat ik wilde zeggen is, op het moment dat wij de agoscope hebben en we pleuren die agoscope erop, dan wordt het volgens mij best wel heel erg makkelijk om gewoon snel die kills te kunnen pakken. Want dan kan je natuurlijk gewoon met die agoscope zoomen. En een agoscope is daarvoor echt gewoon super, super chill. Helemaal op een sniper rifle. Ah, serieus, een hitmark terwijl die al geraakt was? Serieus, ik moet echt een headshot maken wil ik geen hitmarker krijgen. Ik moet er even aan wennen, man. Gewoon even ermee inkomen. We gaan niet even campen. Maakt niet uit of ik een potje win of verlies. Nou, daar komt niemand naar het midden. Zo, dit is moeilijk, man. Zo, de knetter. Dat is ook, hij was al geraakt, man. Oh, kijk, dat was een one-shot. Tada! Ta-ta-ra-ta-ta-ta-ta. Dat was ook een one-shot. Dikke killstil, maar dat maakt niet uit. Dat maakt natuurlijk geen zak uit of ik mensen een kill nak als ik maar gewoon die one-shots krijg. Ik moet ook even kijken of het in mijn beeld komt te staan op het moment dat ik een one-shot heb. Dan kan ik natuurlijk daardoor weten of ik... What the fuck? Of ik er een heb, ja of nee. Dus dat is wel handig als ik dat in mijn beeld zie staan op het moment dat ik een one-shot maak. Ik ben niet aan het campen, hoor. Oké, dat was dus echt gewoon fucking hell. Dit wapen gaat nog leuk worden, dat weet ik wel. Hé, mooi is die voor, man. Serieus? Serieus, ik zit fucking hard te campen, dan kan ik niemand killen. Ik dacht dat ik een goede camper was. Ik kan echt niet met dit ding omgaan in deze map. Deze map is veel te klein hiervoor, man. Fucking hell, waarom zien ze me allemaal liggen? Normaal gesproken, als iemand daar ligt, dan zie ik ze nooit. En als ik er een keertje ga liggen, dan ziet iedereen me, man. Oké, dat is toch geen headshot? Ja, daar heb ik niks aan. Dank je. Ik heb wel een kill, maar geen one-shot die ik nodig had.
Ik kan wel goed nosecomen, man, met dit ding. Daar hebben we niks aan, maar... ik kan het wel. Kunt die auto gaan ontploffen. Ah, shit, sorry. Het loopt er ook alleen achter je vriend. Zat er achter mij ook nog een met de Remington. En ik span weer heerlijk hier, hoor. Dank u. Beste spanplek ever. Dankjewel, jongens. Maar dan span ik daar, man. Er staan 20 mensen om me heen. Was dat een one-shot? Nah. Ik vind dat dat een one-shot moest zijn. Is dat de auto dan? Mag ik dan ook een one-shot als ik vind dat het een one-shot is? Hij loopt gewoon langs me, hè. Kijk, nu lig ik wel op de grond zonder dat iemand me ziet. Ik weet alleen niet hoe lang ik dit ga volhouden, maar ik lig wel lekker. Kom dan. Is dat een one-shot? Revenge. Staat een one-shot in mijn beeld? Nee. Oh. Heb ik dus ook weer geen ene zak aan. Je zit zo hard te campen, jongen. Serieus. Oh, lekkere noscope. Ah, dit ding noscoped heerlijk, jongen. Normaal gesproken met de sniper rifle noscope ik nooit, want dat lukt me nooit. Maar met dit ding wel. Oh, ik krijg echt geen one-shots. Ik ben wel benieuwd hoeveel ik erbij heb aan het einde van dit potje. Volgens mij namelijk gewoon geen één. Het is heel makkelijk om te zeggen, maar volgens mij gewoon geen één. Ben ik zo noob bezig, jongen. Fucking hell. We staan gewoon bij de laatste. Er staan nog mensen onder me met 10 en 8 kills. Dus die hebben het nog slechter gedaan ook. Maar, ja, weet je, deze map is gewoon veel te klein voor zo'n sniper als deze. Dat is gewoon, dat is natuurlijk gewoon logisch. Maar, ik ben nu wel benieuwd hoeveel one-shots we hebben. Want ik weet namelijk niet of het in mijn beeld komt te staan. Als het in mijn beeld komt te staan, zo'n one-shot, one kill. Dan is het ideaal, want dan weet ik dat ik er één bij heb. Maar ik weet niet of dat bij deze sniper ook zo is. Maar we hebben er volgens mij heb ik er 2 of 3 gemaakt, hoor. En zo niet, dat vind ik niet leuk. Want het is ook weer zo, misschien tellen de killsteals, als ik iemand anders een kill afpak, terwijl die al geraakt is, niet mee. Ik heb er 2. Oh. Oh. Nee, dan hebben we dus nu 7. Ja, we hebben er 7. We begonnen gelukkig al 5 one-shots, dus dat is eventjes een pluspuntje voor mij. Dus we hebben er nu 7. En we moeten naar 250. Holy fucking shit. We moeten nog ongeveer 30 keer zoveel kills. Als wat we nu hebben. Nou ja, pak nu even wat grotere map en dan kunnen we het nog een keer gaan proberen. En dan moet ik even kijken op het moment dat wij een one-shot maken of er ook one-shot one kill in mijn beeld komt te staan. Want dan kan ik het nou natuurlijk makkelijk bij houden. Dus even checken hoor, welke map wordt het? Raid? Oh wacht, hier kunnen we wel kaart op camp houden. Fuck it, ik ga gewoon camp ook. We hadden wel Fastmax. Dan gooi ik die Combat X uit. Fastmax aan, hoppatee. Dan kunnen we wat sneller reloaden namelijk. Maar hier kunnen we wel even hard op gaan campen, dus ga ik dat doen ook. Moet ik alleen wel een goede plek zien te vinden, want... Ik denk dat ik achter die jeep ga staan. Als je hier het plaatje hebt, rechts... In het midden van de map staat die jeep. Nou, in het midden van de map, op de middenstrook, zeg maar. Staat de jeep. Dan kan je achter keigoed headclitchen en keigoed campen. En ik span er ook in de buurt. Oh, nice. Hij zit, zeg maar, links-rechts. Daar staat hij. Alleen, er spannen nu wel mensen bij, dus ik moet wel meteen even opletten. Maar oké. Kijken of we, als we een one-shot maken, of die ook in mijn beeld komt te staan. Dat is eventjes wat ik wil weten. End their lives. Ik ga mijn best doen met de kutding, ja. Kijk, hij pakt meteen die headglitch. Ik probeer alleen maar op die hoofdjes te richten, jongen. En dan krijg ik alsnog een hitmark als ik in zijn nek schiet. God. En hier kunnen we ook wel achter campen. Alleen dat is niet echt de ideale spot. Nee, kan ik ook niet meer raken. Ik wil een one-shot halen, man. Punt uit. Oké, die was heel slecht. Sorry. Er spat ook helemaal niemand daar. 2 man weer, jongens. Ik kom helemaal niemand tegen. Er staan in één keer 2 man. Kom op. Kom op, mannen. Hostile UAV above. Wat? Hoe kan dat geen... Oh, dat is ook geen one-shot. What the fuck? Dit ding is echt slecht. Ik had wel verwacht dat het ding slecht was, maar zo slecht dat... Ik zeg gewoon genoeg over dit poepding. En one-shot, staat in mijn beeld? Headshot en one-shot? Ja, het staat in mijn beeld. Oké, dus als ik een one-shot maak... En dat telt ook mee als een one-shot, staat gewoon... In mijn beeld. Nice, nog één. Ik zit zo hard te campen, jongen. Niemand die het door heeft. Hi, mond. Ik sta niet te campen of zo, nee. Ah, kutjes, die was er dichtbij, man. Ik sta totaal niet te campen, joh. Wie zegt dat nou? Helemaal niemand. Als je het campen vindt, dan weet ik ook niet meer. Die vet loopt ook gewoon bij me weg, hè. Spring er even uit, dan kan ik je killen. Nee, doen we het niet zo? Oké. Oh, fucking scheidwapen. Ik zit zo langzaam te spelen. Ik ben zo hard aan het campen.
Als je in het potje zit, jongens, en je kent me, sorry. Ik dacht dat ik scheef was, maar er kan er nog eentje wat van hier. Ah, les. Les. Dat is een nieuw woord. Les. Les, man. Wow. Hoppa, one shot, one shot, one shot. No scope. Die wil ik wel vaker krijgen. One shot, no scope. Hoppa, we gaan beest, man. Headshot. Ja, dat was een one shot. Weer één. Zie je, het is wel mogelijk om ze te halen. Het duurt alleen eventjes voordat je er met mij ingekomen. Maar het is wel mogelijk om ze makkelijk en snel te kunnen pakken. Ik sta nog eerst ook. Ik weet niet hoe, maar ik sta nog eerst ook. Dank je, weer eentje. Oké, daar was er geen één. Er komt er één achter me nu. Oké, toch niet. Zo, jij bent scheef, jongen. Dikke hartstikke, maar oké. Dat doen wij ook. Hoppa, one shot noscope, let's go. Zo mag die van mij doorgaan. Kom je eruit? Ja, je zit mij op te wachten. Ik jou ook, vriend. Kom dan. Dank je, one shot. Vieze camper, zegt die fan nu in zichzelf. Ja, sorry hoor. Ah, oh, hitmarker, kakkies. Komt hij weer aan, een one shot. Gaat lekker zo. Ik vind het goed. Staat niet te campen of zo? Totaal niet. Loop door dan, joh, vent. Ah, oh, fucking hell. Ah, oh, fuck. Hij kwam weer payback halen. Die gozer moest doorlopen, man. Maar hij is begin in één keer stilstaan. Kiekeboe. Ik ben aan het luisteren of er iemand links van me spant. Maar blijkbaar niet. Oké, dan ren ik wel door. Oh ja, nu spant er wel iemand. Kut. Jee! Span er nog een keer dan. Spannen, spannen, spannen. Doe het voor mij. Kut, en dan krijg je een hitmarker. Kakkies. En nu ben ik de hele gozer kwijt. Fucking hell, komt die vent weer aanrennen met zijn kap. Het is een sniper, hè, die vent. Alleen hij denkt ook, weet je, die Raski zit te campen. Ik ga mijn hele sniper die ik heb helemaal niet gebruiken, want... Ja, weet je, dan kan ik je Raski tenminste killen. Hij heeft een sniper, maar hij heeft nog geen enkele keer geschoten met zijn sniper. Dus ik weet niet waarom die überhaupt een sniper aan heeft staan. Maar het zal wel voor de sier zijn of zo. Sorry, vriend, maar ik stond je even op te wachten. Zoals ik bij iedereen doe. Ja, sorry hoor. Kut. Ik ga hier gewoon campen. Waarom namelijk nog niet mee bezig? God. Die pauze in bed, die raakte me ook nog terwijl ik gebukt was. Fuck. Kut, pauze in bed, die gooit de dingen ergens anders neer. Kut, komt er een achter me. Oh nee, 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 daar komt die sniper weer aan. Oh nee, dit was iemand anders, joh. Die sniper heb ik al 40 namelijk. Jezus, wat een kut ding. Nee, nee. Ben je nou? Oh ja, kom jij lekker aan, joh. Ik zat op iemand anders te richten. Ik was heel mooi aan het quickscopen. Ik heb zo'n fucking loopneus, man. Zo scheid. Nee, kak. Waarom nou? Als je een man bent, kom je terug. Nee, oké, dan word ik nu gekild. Noep. Oh, nu loopt hij wel, hè? Oh, wat telt die mensen one shot? Nu wil ik het weten ook. Ja, oké. Killsteel stellen dus mensen one shot. Oké, nice. Dan weten we dat ook weer. Ik ben aan het campen. Oh, oh. Ik ben zo fucking hard dood. Oh, kak. PDW 50 kogels, dat is niet normaal. Als hij nou even die 7 kills kan pakken, dan vind ik het leuk. Maar ze durven niet meer, man. Fuck off. Ah, kak. Kak. Zag je? Kom je eruit of niet? Ik zag je staan namelijk. Ja, je komt eruit, maar op het verkeerde moment, vriend. Sorry. Ik ben aan het campen. Oh nee, wacht, dat waren we niet aan het doen. Ik ben aan het rondrennen. In de eerstvolgende aflevering doen we dit by the way niet hoor, jongens. Maar het is nu omdat ik free for all ben gestart. Wat uiteindelijk ook niet zo heel erg handig was voor mij. Het beste wat ik kan doen in deze game, want het is gewoon domination of ground war. En geen free for all. Fuck. Kut zo, ik moet echt die hoofdjes raken, man. Dat is moeilijk hoor. Dank je. Dat is niet moeilijk als je stilstaat.
Nog één headshot. Nog één headshot wil ik eruit halen. Dat moet lukken. Nee, daar dus niet. Boom. Oh. Oh, dat is een andere granaat. Nog één headshot, kom op. We can do this, man. Ah, fuck. Iedereen rent voor me weg. Poetsies. Ik ben niet aan het campen, ja. Nee, nee. Ik wil nog één headshot. Nog één one shot. Kom op. Dat is de laatste die ik wil. Oké, dan gaan we nog even campen. Ja, la 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 la. Zing een liedje. Tam, 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 tam. Fuck off dan. Dat was weer die sniper, jongen. Wie is het echt? Hij staat 15 om 18. En het is een sniper, maar hij heeft me serieus geen enkele keer gekild met zijn sniper. Dus ik weet niet waarom die sniper heeft. Maar hij loopt alleen maar om met zijn K40. Dan komt hij namelijk hier weer aan kak. Hier, K40, hallo. Hij heeft hem wel diamond, hoor. Dus dat is wel nice. Dat is wel nice, diamond K40. Maar we hebben nu wel in dit tweede potje veel one-shots gemaakt. Dus ik ben nu wel benieuwd hoeveel we er hebben. We stonden kaart te campen. Oh nee, wacht. Nee, we waren kaart aan het rondrennen. We waren kaart aan het rondrennen. We waren niet aan het campen. Maar hoeveel hebben we? Want daar ben ik nu best wel benieuwd naar namelijk. Oh, 10. Oh, hoeveel hebben we er in totaal? We hebben er in totaal 10 gemaakt. Oh, nice. Oh, dat is wel heerlijk. Dan hebben we dus van de 30 kills 10 one-shots gemaakt. Heerlijk. Als dat zo blijft doorgaan, dan hebben we hem heel snel. Sowieso als we hardcore spelen, hebben we gewoon elke kill one-shot. Dus we zitten nu al in totaal op de 19 one-shot one kills medals. Dus het gaat redelijk snel als we zo door blijven gaan. Maar dat was aflevering nummer 1. We stonden niet te campen. Dat doen we nooit. Oké, soms. Dus dan dit en deze twee potjes niet. Nee. Maar heel erg bedankt voor het kijken. Vergeet natuurlijk niet te liken voor meer. We gaan de hele SVU als goud halen. Dus als jullie hebben genoten, ramp die like erop. En ik zeg voor nu, tot de volgende aflevering of tot en met een andere video. Bye bye, mensen.